Welcome back to the Ferns for You Arena here in Manchester! That way, Premier League Dance brought to you by Professional Dance Corporation. We're live on Sky Sports. Time to meet the players. The former Premier League champion. It's time now to climb aboard the Flying Scotsman with Gary Anderson! Op het podium. De Flying Scotsman was er al. Zij gaan tegen elkaar gooien. Phil Taylor in blakende vorm. Een enorm contrast met die slechte periode die hij doormaakte. Die in de Premier League in ieder geval eindigde met de 7-5 nederlaag tegen Gary Anderson in week 5. Daarna kwam nog even het debakel van de UK Open voor Taylor. En vervolgens 5 overwinningen en 1 gelijkspel in 6 duels in de Premier League. En zo staat hij dan nu boven die playoffstreep. En Anderson daarnet 1 puntje onder. Anderson die de laatste tijd, zeker de laatste 4 weken ook goed doet. 3 overwinningen in 4 wedstrijden. 2 op rij tegen Peter Wright en vorige week in Aberdeen tegen Adrian Lewis. Thank you, ladies and gentlemen. First leg, it's going to be first. Game on. En Taylor, die natuurlijk ook tussendoor nog even de German Darts Masters won. De finale Michael van Gerwen te verslaan. We hebben het al eerder geconstateerd. Hij zit natuurlijk weer in een geweldige fase. Is weer helemaal de oude. Helemaal het mannetje, hè, zoals ik al eerder gezegd heb. Maar je ziet hem bij de opkomst en het lijkt wel alsof hij dit zo verschrikkelijk nodig had. Alsof hij dit... Ja, alsof hij, het lijkt wel alsof hij echt een beetje hyperactief is ook. Nu dat het zo lekker gaat weer. En... Ja, ook, ja, dat, is mijn, dat is mijn indruk. Ja, maar goed, ook voor hem zal dat een goed gevoel geven. Natuurlijk, ik was afgelopen weekend in Berlijn toen Taylor daar won. Hij was erg ontspannen. Meer ontspannen dan ik hem in tijden heb gezien. Maakt iedereen een gebbetje ook met de andere spelers. Alsof hij ook wilde laten zien van...
jullie hebben me misschien afgeschreven, maar vergis je niet, ik ben er nog steeds. En hij maakte echt veel indruk afgelopen weekend. Hij versloeg iedereen en ook eigenlijk iedereen redelijk makkelijk. Maar goed, Anderson was daar niet, dus die heeft ook geen deutjes opgelopen. En het begint in ieder geval goed aan deze partij. Naar dubbel 16 toe om de eerste leg te pakken. Had een idee. Anderson begint sterk. En Taylor die gooide in Berlijn niet eens in de trainingszaal, heb ik begrepen? Nee, die gooide in de VIP-room waar zeg maar al het verkeer is, waar alle gasten zijn en dat soort dingen. Maar daar ging hij gewoon zijn ingooien. Om te laten zien van jongens, kijk eens, ik ben terug hoor. Precies. Iedereen die het weten wil. Als dan zijn tegenstanders het niet zien, dan zien wel de vriendjes van zijn tegenstander het. En die gaan dan toch even doorbrieven. 125. En hij heeft nog een appeltje te schillen met Gary Anderson natuurlijk. Na die 7-5 nederlaag. In Exeter. Even gauw voordat ze naar beneden gaan, die gemiddelde. Anderson 134, Taylor 129. Zo. 43. Kunnen ze nu naar beneden? Ja. 97 voor Ugal 153. En een invaarder voor Taylor, dat is een finish. Anderson nog niet zo ver. Dus heeft Taylor 6 pijlen hiervoor. De eerste drie zijn goed, dus dan is er niet zoveel meer over voor de laatste drie zo dadelijk. 59, 16. Even de blacht gooien en dan is het 1-1. Game show in the second leg. Who's gonna go? The leg is through first. Game on. Wachten op het eerste foutje van Anderson. 58. Ja, waar Taylor heel sterk in is, als hij in vorm is. Dat was hij dus het afgelopen weekend ook. In de laatste paar weken zie je dat ook langzaam maar zeker steeds meer komen. Iedere leg staat hij gewoon een 59. Een finish. En als hij heel lekker in zijn vel zit, staat hij iedere leg gewoon aan 9 pijlen onder de 100. En er is geen enkele andere speler die dat 55. Over een lang format kan volhouden. Natuurlijk, Anderson, Lewis, Van Gerwen. Ze kunnen het allemaal in een rits van legs, maar nooit een hele wedstrijd. Dat maakt deze man zo ijzer sterk. Als hij eens een keer 59 gooit, dan weet je ook. Dat de volgende beurt gewoon weer een dikke score is. Anderson, zijn eerste taak is om zijn eigen legs te houden. Hij hoeft helemaal niet na te denken over het breken van Taylor voorlopig. Hij moet gewoon zijn eigen legs houden. Hij speelt 2 keer vanavond Gary Anderson. En in het achterhoofd nu al dat Peter Wright zijn partij heeft gewonnen. En dat toch de man is die ingehaald zal moeten worden. Zal die punten mee moeten nemen uit Manchester. Hij kan niet met 0 punten terug naar Schotland. Dan is hij eruit. 96. Kijk, en dit zijn van die kleine foutjes. Anderson heeft nog 1 pijl over. Dan gooit hij voor de 19, waar hij gewoon naar de 18 moet gaan. Dan houdt hij een finish van 170 over. Nu staat er geen finish. Noem jij het maar een klein foutje. Alles wordt afgestraft. Boom! In your face. Kijk wat er gebeurt in de beurt erna. Hij begint met 2 keer triple 20 en hij kan dus no score. Hij gooit gewoon hem nog dood ook. Oi, 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 oi. Anderson, Anderson, Anderson. Ja. Ja. Reken het nog maar even na. Het klopt wel hoor. Taylor die denkt er niet over na. Heeft de triple 13 er al in liggen. Dubbel 12. Staat geen enkele druk op zelfs. Boom. Oftewel, hoe schiet ik mezelf in mijn voet? Game on! Oh, oh.
speler is zijn hele carrière al meedogenloos geweest. Was hij even kwijt, die meedogenloosheid. 100. Ja, andere spelers gingen bijna mededogen met hem. Ja, het was bijna omgekeerd inderdaad. 100. Het lijkt wel alsof hij ook sterker dan ooit terugkomt. En dat het nu toe hebben we dat in zijn carrière een aantal keren gezien dat hij even zo'n dipje heeft gehad. En hij kwam er altijd sterker uit dan dat hij ervoor was. Ja, je moet er niet aan denken als hij... Nee, je moet er niet aan denken. Nee, dat moet niet. Taylor is gewoon weer op 107 gemiddeld. Het mooie vind ik ook dat hij ook weer na dat toernooi in Duitsland, de finale van Gerber versloeg met 6-4, nog weer even een keer van ja, ik denk dat dat van Gerber voor mij verloren heeft vorige week in Aberdeen in de Premier League. Ja, is toch een beetje in zijn hoofd gaan zitten. 49, zeggen dat het in van Gerber zijn hoofd gaat zitten. Ook nog even toevoegen dat hij graag weer nummer 1 van de wereld wil worden. Nou, dubbel 8 voor Taylor om in ieder geval 3-1 voor te komen. 114. En dan staat Anderson op 252, maar toch baalt Taylor dat hij het nu niet meteen doet. 92 voor Miracle 8. Dan nu maar via dubbel 4. Boom. Verschil is zo'n 15 punten per beurt op dit moment tussen deze twee mannen. Ja, het verschil is groter, want Anderson gooide in de eerste leg een elf darter. Dat is 136 gemiddeld, dus in die drie legs daarna heeft hij niet zo'n heel hoog gemiddelde gegooid. Nog even dit, wat is Taylor ineens 180'ers aan het gooien? Ja, ook dat was afgelopen weekend ook al zo. Hij gooit met deze pijlen meer 180'ers dan met zijn vorige setup. Hij gaat wat minder vaak ook naar de 19. Je ziet nu ook met die eerste pijl erboven blijft hij toch op de 20. Dat deed hij voorheen nooit. 114. Ik moet er aan denken dat hij nog beter wordt dan twee jaar geleden, zeg maar. Dan Paul mag de rest bergen. Nou ja, het geeft de ander ook wel weer wat om zich aan op te trekken natuurlijk. Ik maak weinig indruk bij je vanavond, geloof ik, hè? De andere, de rest is op Murf en dan denk ik, zie ze hem gooien. Hij gooit hier 180, 140 en 165. En alleen die Anderson is begonnen. Maar Anderson gewoon keurig naar 12 pijlen op top staat. Dubbel 8, niet gerooid. Jammer dan. Dubbel 4, niet gerooid. Jammer dan, toch? Nee, hey. Wat nu? Gary Ricoeur, 14. En ze mag zijn eigen leg houden. Hij staat er zelf ook een beetje van te kijken. Nou, het zijn van die foutjes die je Taylor niet zo heel vaak ziet maken. En je ziet ook aan de reactie van Taylor als hij ze mist hoe verdrietig hij ervan wordt. 100. Maar waar Taylor zijn hele carrière goed in is geweest is het opzij zetten van dit soort kleine teleurstellingen. Gewoon verder te gaan. Daar is Van Gerwen overigens ook heel sterk in. Ach, het zit wel eens tegen. Op, volgende leg gewoon weer opnieuw. En dan maakt hen op dit moment ook tot de twee sterkste in de wereld. Omdat ze mentaal de sterkste zijn. 64. Ja. Omdat ze teleurstellingen het makkelijkste van zich af kunnen zetten. Meteen. Dat helpt wel, ja. Er zijn wel meer spelers die dat hebben, maar... Heel snel heb je ook spelers die het niet interesseert dat ze verliezen bijvoorbeeld. Hè? Die moet er wel ziek van zijn als je verliest ook af en toe. Nou,
Ja, als Anderson nu een finish kan overlaten, deze keer rekent hij in ieder geval wel goed. Hij gaat naar de 19 op 303 en als hij daar 7 van gooit. 123. Wat hij dan net weer niet doet, want die laatste schiet de triple 3 in. Dan was er 170 overgebleven, nu blijft er 180 staan. Dat kun je alleen maar doodgooien, niet uitgooien. 59. Maar je kunt wel bijvoorbeeld 140 gooien nu. Zou je kunnen doen. Ja. 123. Dat is goed. Overtreden is 139. Geen vanzelfsprekendheid. Nee, dat niet. Maar dan moet dit wel uit 57. Barry Anderson. Wat je krijgt van Taylor moet je pakken. Mag je absoluut niet laten liggen. Tops voor Anderson. Dubbel 10 voor Anderson. Ja. Ja. Dat wil hij wel even laten zien aan de maestro. Of dat verstandig is, weet ik niet. Ja, dit is dan, begint hij weer met 45 in zijn eigen leg. Het is overigens prettig gevuld in Manchester, dat wel. Taylor heeft het zelf al een aantal keren gezegd dat hij zijn tegenstander van vandaag, 100, dat het echt een van de grootste talenten is die hij ooit gezien heeft. Anderson kan natuurlijk scoren als geen ander, maar deze Premier League, het moet gezegd worden, het aantal 180'ers van Anderson valt een beetje tegen. Tot aan vandaag had hij er 32. En daarmee staat hij 2 na laatste. Maar zijn finishpercentage? Ja, dat is dan weer wel redelijk op orde. 44%. Daar gaat het om uiteindelijk. Ja. 137. Kijk, in zijn gelijk is hij wel alweer heel snel in de problemen gekomen. Omdat Taylor gewoon weer naar 9 pijlen op 129 staat. 122. Oeh, hij rekent verkeerd, Taylor. Hij rekent verkeerd. Want hij gaat voor dubbel 16, ja, en dat is no score. Hij gooit de finish van Gary Anderson uit. Hij kan het niet geloven, gaat er ook nog even bij staan. Maar na de eerste triple 19 had hij 72 over. Hij gooit bullseye. Ja, sorry Phil. We gaan het voor jou niet veranderen. Het verkeerde getalletje gekeken? Nee, ik denk gewoon verkeerd. Ik denk dat hij echt ervan overtuigd was dat hij bullseye dubbel 16 moest gooien. Ja, Anderson. Die zegt, ja, je hebt die van mij uitgegooid. Je hebt het goed voorgedaan. Eens kijken of Anderson dat ook kan. Maar even, hij denkt, ik moet een bepaald getal gooien. Hij gooit het wel uit, hij gooit wat hij moet gooien. Hè? Maar ja, telt kijk, maar ook Anderson, triple 19. Bullseye zit er niet in. Had dubbel 16 overal. Het zou ook klasse gaan als het nu uitgaat. Zo hebben we al 2 van dit soort momenten in deze partij gehad. Dat de speler zich doodgooit. Maar nu weet hij wel wat hij moet gooien, toch? Hij gooit weer de triple 19. Nu gaat hij toch niet winnen. Ja. Hij moet triple 20 en dubbel 6 hebben. Schitterend. Oh, hij ging voor tops en dubbel 16. 97. Mag ook, maar gooit ze niet. Ja, met heel veel kunst en vliegwerk. Gaat Anderson die zijn lek houden. Dat is jou. 4-3 voor Gary Anderson. Hij heeft zijn voorsprong terug die hij had bij 1-0. Toen kwam Taylor er even overheen. Denderen. 3 legs op rij voor de power. Maar nu weer 3 voor de Flying Scotsman. Er gebeurt wel een hoop, zeg. Dat is ook wel interessant. Hè? We weten dat Taylor heel goed met dit soort dingen normaal gesproken kan omgaan. Maar als hij het zichzelf aandoet, hoe sterk is hij er dan in? 100.
Ja, als hij de wedstrijd verliest, kan hij altijd nog zeggen dat het komt omdat ik even verkeerd stond te rekenen. Ja, rekenen is toch gewoon een onderdeel van de sport. Maar hij is snel kwijt. Op 2,40 op het een weer. Boom, boom. Onze 940. Naast de 3×180 die heeft 12 keer een score van 140 of meer in 7 legs. Oeh. Nog steeds een heel fijn gemiddelde voor Taylor. 107. Anderson op 96. Dat zal hem heel weinig kunnen schelen als hij aan het scoren wordt. Kijk, je ziet dat hij 4-3 voor staat. 121 voor Taylor met Anderson op 170. Benieuwd wat hij gaat doen. Hij gaat toch naar de triple 15. Hij gaat Anderson toch de kans geven als hij niet dubbel 8 gooit. En die gooit hij gewoon. Die gooit hij gewoon. Nou, die vorige leek geen 139, geen 129. 121, dat loopt goed af voor Taylor. 96. Is ook wel weer knap. Weer twee trippels. Boom, boom. Hij blijft die druk er maar ophouden. En je weet als tegenstander moet ik dus ook twee trippels gooien. Dat was lastig zat. Ja hoor. Die zit er ook in. 140. Anderson doet voorlopig hetzelfde als Taylor, maar Taylor kan het wel beter wegzetten nu. 15. Nummer 4 voor Taylor. 150 voor Anderson. Kan wel, kan wel, kan wel. Anderson, dubbel 15. Oeh, wat scheelt 45. Mist de 12 dat Anderson. En dan is het gevaar levensgroot. Het gevaar heet Taylor. 13 eraf, 32 over. 0. Dit is wel een titanenstrijd hoor. Nou, op het moment dus dat hij die 129 doodgooit, waar hij voor zijn gevoel dus eigenlijk uitgooide, gooit hij 12 en 11 darts erachteraan. Poh, 110 gemiddeld ruim nu. 16. Taylor, de zesvoudig winnaar van de Premier League. 3 keer ging de titel naar een ander, waaronder dus vorig jaar. Anderson won hem 1 keer in 2011. En deze twee mannen maken er een prachtige wedstrijd van. 99. Anderson blijft ook gewoon goed doorgaan. Hè? Ja. Hij heeft in ieder geval het ruggensteuntje aan het feit dat hij dubbels goed lopen bij hem. Boven de 50%. En Taylor heeft hier dan ook even een wat mindere leg naar 9 pijlen. Nu niet op een finish, maar op 282. Dan moet Anderson hem wel meteen instappen. Dat doet hij, dat doet hij. Daar verwacht je dan een 140 of een 180 eigenlijk. Nu weet je zeker dat je die tegenkrijgt. 83. Valt nog mee. Hij is te kort iedere keer met zijn eerste pijl.
Dat is de spanning op daarom. Dus feitelijk heeft Taylor het initiatief weer terug in deze leg. Deze mannen strijden om punten die ze in de playoff zone moeten houden, CQ brengen. Dat laatste geldt voor Anderson. Hij is er heel dichtbij. En dan moet hij wel van Taylor winnen. Wil hij er vandaag al in komen? En hij heeft natuurlijk nog een wedstrijd te gaan, Gary Anderson. Taylor 102. Poolside dubbel 16. Gooit het niet. Toch kan Anderson dus weer terugkomen. Gary Anderson 44. Ja, en dat is precies wat Gary Anderson doet. Nog geen punt voor Taylor. Ook nog geen punt voor Anderson. Het is 5-5. Nou, hij is nog niet helemaal tevreden. Dit is klasse wat Gary Anderson doet. Hij heeft al een paar tikken op de kin gehad van Taylor in deze wedstrijd, maar blijft toch overeind. Blijft goed overeind. 97. Ja, zo'n tweede 180 in deze partij voor Anderson. De eerste was in de eerste leg. Dus dat is al even geleden. Nu valt hij weer tekort. 81. De laatste gaat erin. Al met al wist Gary Anderson pas drie keer te winnen in 16 partijen op het podium van Taylor. Waaronder dus 100. De laatste ontmoeting. De Premier League in Exeter. Het zou wat zijn als hij dat nog een keer kan flikken hier in Manchester. 6 darts voor 140 om op 6-5 te komen. Dus is 100 prima. 60. Dan komt er toch weer wat druk op die 80 te staan zo dadelijk hoor. 137. Gaan jullie qua 80. Wat druk. Tops gooien nu en Anderson weer op voorsprong. Ja! En een punt voor Gary Anderson, waarmee hij zich op dit moment, maar er moet nog één leg gespeeld worden, meldt naast Taylor. Allebei 13 punten nu. Uit inmiddels 12 wedstrijden. Het zou het wel heel interessant maken als Anderson deze partij van Taylor zou winnen hoor. Dan komt dat toch ook voor Taylor volgende week. 100. Wat kijken, want dan moet hij twee keer. 99. Taylor speelt volgende week tegen Barneveld en Chisnell in Birmingham. 100. Anderson komt dan van Gerwen tegen. Ja, er zitten weinig makkies meer in, hè. 100. Stevend af. Op een puntendeling hier. 100. Taylor met 6 pijlen voor 171. En wat een fascinerende partij is geweest. Die alle kanten op kon gaan. Er zijn trouwens 16 partijen tegen elkaar gespeeld. Het zijn er 17, want ze speelden nog een keer gelijk in de Premier League tegen elkaar 2 jaar geleden. Dat lijkt nu weer te gaan gebeuren. Taylor gaat zo voor dat punt gooien ook. En kan zich nu geen foutjes meer veroorloven. 65, 71. Mag Anderson niet de kans geven op die 136? Moet het hier en nu doen.
krijgt één pijl voor de dubbel en dat is dubbel 20. En natuurlijk gooit hij die er dan wel in. En inderdaad, de puntendeling tussen Taylor en Anderson. Anderson, voor wie Taylor zijn respect uitsprak in aanloop naar de wedstrijd. En er is wel gebleken.